Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Eminent. In deze aflevering van Hardware Info TV, een nieuwe meetmethode voor het stroomverbruik van processors. Welkom bij Hardware Info TV. Sinds enige tijd hebben we in het Hardware Info Test Lab een nieuwe meetmethode voor het stroomverbruik van processors. En dat was ergens ook wel nodig ook, want laten we eerlijk zijn, de methode die we vroeger tot nu toe gebruikten, was op zich niks mis mee, maar ook zeker niet ideaal. Ja, dat was ruim 10 jaar is gebruik gemaakt van die methode. Ja. Dat is eigenlijk at the wall bij het stopcontact meten hoeveel het complete systeem verbruikt. Ja, dat hebben we gedaan met een energiemeter daar, waarin we over tijd kunnen meten hoeveel er verbruikt wordt. Ja, dat is handig voor een inzicht dat je niet op een specifiek moment meet hoeveel het systeem verbruikt. Dus dat je over een langere tijd kunt meten wat het idle verbruik is, dan is het nauwkeuriger. Maar het nadeel daarvan is wel, van die stroommeter die we gebruikten, dat je het hele systeem meet. Ja, en dat zolang je zeg maar processors op exact hetzelfde moederbord test, is dat op zich geen issue. Want dan weet je nog altijd, er zit zoveel wat verschil tussen. Het is natuurlijk wel een dingetje. We vergelijken AMD met Intel processors. We vergelijken Intel processors met verschillende sockets. Dan is dus altijd op zijn minst het moederbord anders. Dus er zit op dat vlak altijd al een verschil tussen. Plus dat je ook heel lastig kunt zeggen van deze processor verbruikt 2 keer zoveel als een andere. Want je weet eigenlijk niet welk percentage van dat totaalverbruik nou daadwerkelijk van de processor is en wat van de rest van het systeem is. Ja, dat heeft inderdaad te maken met de platform, ook de generatie. Als je wil vergelijken hoe een Sandy Bridge het nu doet met een Coffee Lake. Ja, je zei het al, je zit naar verschillende moederborden te kijken en hoeveel invloed dat heeft. De meetmethode aan zich is heel nauwkeurig. Ja. Alleen het vergelijken maakt het een stuk lastiger. En daarvoor hebben we nu een oplossing gevonden. En daarvoor zijn we gaan knutselen met dit kastje hier tot gevolg. Het lijkt op een voeding. Het is ook ingebouwd in de oude behuizing van een voeding. Maar het is absoluut geen voeding meer. Met dit kastje kunnen wij het stroomverbruik van een processor geïsoleerd meten. Ja, wat er gebeurt is de kabel, de 8 pins of 4 pins EPS kabel die in een moederbord normaal naast de processor in die aansluiting gedaan wordt. Ja. Die wordt omgeleid via dit kastje, waarin we dus kunnen meten over verloop van tijd hoeveel energie er verbruikt wordt specifiek voor de processor. En waarom we dat gedaan hebben is ten eerste omdat we van moederbordfabrikanten al wel gehoord hebben dat de energie die via die kabel loopt, via die 4 of 8 pins EPS connector, dat wel heel nauwkeurig een beeld geeft van wat die processor daadwerkelijk verbruikt. Ja, dus dat hebben we gewoon specifiek gecheckt voor alle moederborden die we voor de processortest gebruiken, dat er geen vermogen ook nog vanuit bijvoorbeeld de 34 pins ATX stekker naar de processor gaat. Dus wat daadwerkelijk het vermogen wat door die kabel gaat, is daadwerkelijk het verbruik van de CPU. Ja. Ja, en daarnaast, er zijn nog andere opties. Je kunt bijvoorbeeld een tang om de gele kabel, om de 8 pins kabel naar de processor toe. Kun je dan ook een tang zetten om te vermeten, om daarmee te meten wat er dan precies verbruikt wordt. Dat hebben we ook geprobeerd. Nou, dat bleek toch niet nauwkeurig genoeg voor waar wij op mikten. Ja. Wij wilden het preciezer hebben en daarom is dit kastje het gevolg. Ja, en sowieso is natuurlijk het verhaal, hoewel er officieel op die kabel 12 volt hoort te staan, schommelt dat ook altijd een beetje. De meter die we hierin hebben verwerkt in ieder geval doet, is zowel de stroom, dus de amperes, als het voltage de hele tijd meten. En op basis daarvan kan dus daadwerkelijk het vermogen worden gemeten, ofwel als puntmeting. En wat wij voornamelijk doen is ook weer gedurende een langere tijd, dus bijvoorbeeld het idle verbruik meten wij 5 minuten lang en op basis daarvan pakken we dan een gemiddelde. Ja. Betekent dat we alle processors opnieuw moesten testen, maar dus vooral ook even een check bij de moederbordfabrikanten moesten doen, dat bij alle verschillende moederborden die we gebruiken ook daadwerkelijk alle stroom voor de processor daadwerkelijk alleen door die kabels kwam en ergens anders vandaan kwam. Ja, dat hebben we nagevraagd en iedereen kon ons bevestigen dat inderdaad het geval is. Dus eigenlijk aan de testmethode aan deze kant, aan de hardware die we gebruiken, is eigenlijk niks veranderd ten opzichte van hoe het eerder ging. Alleen wat we nu meten is net wat anders. Ja, en deze testplatformen, ze staan hier voor zowel Intel als AMD, voor Coffee Lake, voor Kaby Lake, voor Sky Lake eigenlijk voor. We hebben zowel de nieuwste als de voorlaatste generaties getest. Dit gebruikten we al voor de benchmarks en dus ook voor onze oude stroommetingen, nu dus ook voor die nieuwe. Ja, en dan de resultaten. Nou, we hebben gaan de grafiekjes even bekijken. Het goede nieuws is eigenlijk dat we hebben bewezen dat onze oude stroommeetmethode ook gewoon goed was. Want ik, qua volgorde verschilt het allemaal niet zoveel. Ja. Alleen we kunnen nu dus voor het eerst echt gewoon goed zien hoeveel verbruikt zo'n processor nou. En dat biedt toch wel wat interessante inzichten. Ja, de verhoudingen zijn dus niet anders geworden. Maar we zien specifieker wat een processor verbruikt. Nou, hier aan de linkerkant in Cinebench dan. Een benchmark die we ook al eerder deden.
Laten we dus de Cinebench multithreaded benchmark lopen. Worden dus van de processor alle cores belast. Is de zwaarste benchmark in een stroomtest eigenlijk die we doen. Je zou kunnen zeggen dat dit een realistisch maximum verbruik is. Je kunt dingen als prime draaien en zo, maar dat is echt puur bedacht op zoveel mogelijk energie wegstoken. Dit is een realistische, maar wel heel zware workload. Ja, dit is wat je als gebruiker daadwerkelijk maximaal met een processor zult verbruiken. Ja. Nou ja, dan zien we dus op zich best een genuanceerd beeld in de zin dat AMD en Intel, het wisselt elkaar redelijk af. Wat verder ook naar voren komt, het is vrij voorspelbaar in deze grafiek hoeveel cores een processor heeft. Want dat loopt gewoon van boven naar beneden, van laag naar hoog. De Celeron bovenin, twee cores, relatief lage kloksnelheid. Ja. Dan zie je dat hoe meer cores een processor heeft, dan neemt het verbruik lineair toe. En vervolgens hoe hoger de kloksnelheid is, dat neemt exponentieel toe. Ja, dat is een bekend gegeven. Dat kennen we al jaren en dat zien we inderdaad ook heel duidelijk. Bijvoorbeeld, misschien wel het mooiste voorbeeld vind ik tussen deze twee processors, een Ryzen 7 1700, dat is zelfs een 8-core, maar op een hele lage klokfrequentie. En een Ryzen 5 1600X, dat zijn 6 cores, maar juist op een hele hoge klokfrequentie. Nou, je ziet dus dat die Ryzen 5 1600X veel meer verbruikt. Ja, dus dat komt puur door die hoge kloksnelheid. En dat weegt dan zwaarder. In vergelijking met deze twee processors weegt die kloksnelheid dus zwaarder dan die cores die er missen. Ja, het is wel als je processors van Intel en AMD vergelijkt die ruwweg hetzelfde zijn gepositioneerd of ruwweg even snel zijn, dan denk ik dat we toch moeten concluderen dat Intel nog steeds zuiniger is. Het is allemaal niet meer zo'n groot verschil als 2 jaar geleden. Maar bijvoorbeeld een 8700K... Intel's Coffee Lake topmodel is toch wel echt zuiniger, is duidelijk zuiniger dan een Ryzen 7 1800X wat AMD's Ryzen topmodel is. Ja, en op zich is dat ook geen verrassing. Ik bedoel, dat valt allemaal wel te verklaren. Het verfijnde productieproces van Intel, het grotere R&D-budget van Intel, die heeft er gewoon veel meer achter zitten om dat voor elkaar te krijgen. En wat dat betreft, ten opzichte van de vorige methode van het meten van de energie, is dit ook geen verrassing. We zien het nogmaals bevestigd, maar het valt wel te verklaren. Dan idle, hier in de rechtergrafiek. We meten dus 5 minuten lang het vermogen en dan pakken we daar een gemiddelde van. Wat mij opvalt, moderne Intel processors daarbovenin, nog even niet die hieronderin, dat is van het high-end Skylake X platform en de voorloper daarvan. Ja. Maar de normale Socket 1151 processors van de huidige generaties, die verbruiken dus gewoon echt bijna helemaal niks idle. Nee, dat zijn getallen die je bijna op een tablet verwacht of een smartphone. Dat is gewoon bijna ARM gebied, zeg maar. Ja. En dan zien we dus ook dat in idle althans, de Coffee Lake CPU's hier, die zien we gewoon ontzettend weinig verbruiken. Ja. Terwijl ten opzichte van de benchmarks waar de processors wel belast worden, dan zien we juist weer die extra cores die Intel erbij heeft gezet. Dat is ook niet gratis qua stroomverbruik. En in idle hebben ze dat dan toch wel goed voor elkaar gekregen. Ja, omdat daar natuurlijk zo'n beetje alles gewoon simpelweg wordt uitgeschakeld. En als we dan eigenlijk een beetje door de wimpers heen kijken, dan zie je dus dat het bij Intel, bij de moderne CPU's tussen de 1 en de 2 watt zit. Bij AMD een beetje tussen de 7 en de 8. Je zou zeggen idle, dus eigenlijk 4 keer zoveel. Van de andere kant moet je er ook niet al te zwaar aan tillen. Want laten we eerlijk zijn, zelfs al zou je PC 40 uur per dag, 365 dagen per jaar aan laten staan, dan praten we dus over een verschil van nog geen 25 euro per jaar. Het is geld, maar in het is geen mega verschil. Precies. Nou, dan nog 2 andere grafieken, want we lieten hier eigenlijk de 2 uitersten zien. De Cinebench eigenlijk als meest zware belasting, idle als minste belasting. Een andere test die we doen is eigenlijk een wat meer realistische workload. En daar meten we het gemiddelde stroomverbruik tijdens het renderen van een aflevering van Hardware TV in Adobe Premiere. Ja, en deze benchmark die verschilt van Cinebench in de zin dat Cinebench zal alle cores altijd optimaal gebruiken. En dat is inderdaad het maximale scenario. En bij Premiere Pro, dat is gewoon realistisch. Er wordt ook daadwerkelijk een aflevering van Hardware TV gerenderd. Ja. Ja, en dan komt er dus iets meer bij kijken. En het zal niet oneindig doorschalen met cores, hoewel het goed schaalt. Maar goed, wat we hier qua verbruik zien, dat is op zich ook wel interessant. Dat dus de dual-core, die Celeron, opnieuw natuurlijk weinig verbruikt, want het zijn 2 cores en een lage kloksnelheid. Ja. Maar wat er dan ook uitspringt, dat zijn die zwaarste Intel-CPU's. Ja, we zien bijvoorbeeld inderdaad het topmodel 7980X1 met 18 cores. Eigenlijk opvallend is dat niet eens
de minst zuinig is, en dat komt denk ik weer terug op wat we eerder zeiden, de minst zuinig is de 7960. Ja. Die heeft maar 16 cores, maar wel op een hogere klokfrequentie en dat telt dus weer meer door. Ja, dan zien we opnieuw weer dat dat het zwaarste weegt. En ja, ergens in het middenveld zien we dat dan, ook weer. Dat zie je zelfs bij Premiere Pro, dat zelfs de Ryzen 5 1600, niet de 1600X, maar de gewone 1600, ook al meer verbruikt dan de Ryzen 7 1700. Ja. Ja. De meest interessante grafiek is misschien wel deze aan de rechterkant. Want als je gewoon weet hoeveel stroom wordt gemiddeld verbruikt tijdens die benchmark, dat is leuk. Maar het is natuurlijk ook zo, die benchmark of het renderen van een aflevering Hard Info TV, dat gaat op een snelle processor, is dat eerder klaar, dan op een langzame processor. Dus allemaal leuk en aardig dat die dual core Celeron zo zuinig is. Je bent wel veel langer op het wachten. Wat we in de rechter grafiek hebben gedaan, is gewoon kijken hoeveel stroom was nou in totaal nodig om die aflevering te renderen, om dat stuk te doen. En dan zien we toch echt gewoon weer een interessant resultaat, dat die verschillen op zijn minst een heel stuk kleiner zijn. Ja, die twee dingen die we tegen elkaar af hebben gezet, inderdaad energie en tijd hier. Ja, dan ontstaat er een hele interessante grafiek, want er komt een volgorde uit die eigenlijk helemaal niet voorspelbaar is in eerste instantie. Het is niet dat het van langzaam naar snel gaat. Bovenaan staat dan dus die Celeron, maar daar direct onder de 1700. Ja, die verwacht je niet zo dicht bij elkaar en toch gebeurt dat hier wel. Ja, je ziet dus echt dat die 1700 wat dat betreft echt gewoon een bijzondere chip is. Dat die gewoon dus gewoon in absolute zin heel erg zuinig is. Ja. Want voor de rest is het qua Intel in het bovenste segment inderdaad voornamelijk Pentiums. En Celerons, maar ook die nieuwe Core i3 8350K, die nieuwe quad-core Core i3 uit de Coffee Lake generatie, die komt hier toch ook weer erg leuk uit. Ja, dat is wel interessant, want het is niet dat die processor, we draaien alles natuurlijk op stok. Dit ding kan overgeklokt worden, maar het draait op standaard snelheden. Het is niet dat die lage kloksnelheden heeft, maar het is gewoon een verder geoptimaliseerde quad-core van Intel. Zoveelste generatie inmiddels. Dus dat zal er waarschijnlijk toe leiden dat die hier zo hoog scoort. Ja. Nou, tot zover de benchmark zoals we hebben gedraaid. Onze oude methode ligt inmiddels bij het grof vuil, zou ik bijna willen zeggen. Ja. We gaan hier voor toekomstige processors gewoon lekker mee door. Ja, vanaf dit moment zullen alle processors hierop getest worden. En dat kan dus ook specifieker met eventuele nieuwe platformen. Nou ja, in de toekomst zal ergens Z93 eraan komen. Ja. Een nieuwe chipset, de 400-serie van AMD zal er dan aankomen. Met dit kastje kunnen wij in ieder geval direct aan de slag om zo nauwkeurig mogelijk te meten wat het echt specifieke verbruik van de processor is. En wil je het allemaal nog eens rustig teruglezen? Een uitgebreid artikel met al die benchmarks staat inmiddels op de site. Tot zover Hard Info TV voor vandaag. Wij zijn er op maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer.